Buenos tardes, vanuit mijn tent ergens in Patagonië. Ik zit samen met mijn buddy Carolina, lekker in de tent, wat eten te maken. En hier staat de pasta op. En nou, ik ga jullie in dit filmpje wat vertellen over Patagonië en waar ik in vredesnaam doorheen aan het fietsen ben. Kijk maar eens mee. Zoals ik al zei, dit is Patagonië. En ik zit hier nu eventjes aan het water, lekker wat te eten, want het waait super hard in Patagonië. En weten jullie waar bijvoorbeeld de naam Patagonië vandaan kwam? Ik kan het jullie vertellen, het is wel leuk. Er was een Spanjaard in 1510, die was een reis om de wereld aan het doen, waarschijnlijk bij zeilboot denk ik. En hetzelfde als wat ik aan het doen was eigenlijk, maar dan met de fiets nu. En hij ontdekte Patagonië. Hij noemde het Patagonia. En uiteindelijk hebben we een hele hoop Nederlanders en Fransen en Belgen en Engelsmannen die trip nagedaan. En die kwamen allemaal door het gebied Patagonië. En zo komt hij aan zijn naam. En Patagonië betekent iets als het land van de grote voeten. En er is een mythe, een myth over reuzen die in Patagonië wonen. Maar of dat echt waar is, of dat het een verzinsel is, weet ik niet. Ik heb ze in ieder geval nog niet gevonden. Iets anders, dat hier dus ook eigenlijk zou moeten zijn, maar wat ik nog niet gevonden heb, en waarvan men zegt dat het hier eigenlijk helemaal niet eens is, zijn slangen. Men beweert dat er in heel Patagonië, en Patagonië is 40 keer zo groot als Nederland, geen enkele slang leeft. Geloof jij dat? Ik kan het niet geloven hoor. En ik heb geprobeerd het al op te zoeken en geprobeerd slangen te vinden. Ik heb er nog geen gevonden. Maar als het me lukt, dan vertel ik het jullie natuurlijk als eerste. Verder over Patagonië. Dit gebied waar ik nu ben is het oosten van Patagonië. Het westen. Mijn fout. Het westen van Patagonië. En Patagonië ligt in zowel Chili als in Argentinië. En het westen, dus het gebied waar ik nu ben, heeft heel veel regen en wolken, zoals jullie hier kunnen zien. Het oosten, dat ligt in Argentinië, daar schijnen dus die wolken niet te kunnen komen. Die botsen tegen een muur aan. Dat is namelijk het Andesgebergte, een hele grote groep gigantische bergen. En daarachter, nou ja, daar ligt Argentinië dan. En daar is het super droog, daar waait het heel erg hard. En daar ga ik naartoe. En dat zou hier zo achter het water moeten liggen. Nou, mijn buddy die ik op dit moment hier in Patagonië heb, was Carolina, zoals jullie al weten. En zij wilde nog iets zeggen tegen jullie in het Engels. En ik heb het voor jullie even vertaald, dus daaronder staat Nederlands. Tot het volgende filmpje vanuit Patagonië. Doei doei! Hi kids! So, I've been staying with Rick for about 10 days, and when I started this, I had no idea what I was doing, so I had a lot of questions. Rick has been very kind to help me with every one of them, so if you have any questions for him, don't hesitate to ask, and write him at rick@natgeojunior.nl, and just ask anything you want.